De Lakenhal en het oudste café van Nijmegen, in de Blauwe Hand. Achter deze karakteristieke houten voorgevel zit het café in de Blauwe Hand. Deze bijzondere houten pui stamt uit 1860 en siert het oudste café van Nijmegen. Nog bijzonderder is dat voordat in de Blauwe Hand een café werd, hier eerst een lakenhal was gevestigd. In de 14e eeuw kende Nijmegen een bloeiende lakenhandel. Deze voormalige lakenhal werd omstreeks 1320 gebouwd. Het was een langwerpig gebouw van 2 verdiepingen met op de hoeken een erkertoren. Via een trap buitenom was de eerste verdieping te bereiken. Daar bevond zich een grote hal waar textiel werd geweven en geverfd. De lakenververs bewerkten en kleurden de stof met indigo om deze mooi wit te maken. Deze inkt was zo intens dat de ververs een blauwe waas over hun handen kregen. De benedenverdieping bestond uit een open marktruimte waar lakens verhandeld werden. Vanaf 1542 werd de hoek van de fabriek gebruikt als kantine voor de lakenververs. Deze kantine kreeg de naam In den Blauwe Hand. In de 16e eeuw stortte de handel in en werd de lakenhal opgedeeld in aparte panden. Ook kwam er een poort naar de Sint-Stevenskerk, de Sint-Stevenspoort. Gaandeweg werden de afzonderlijke benedenruimte naar boven doorgetrokken, waardoor de eerste verdieping steeds verder werd opgedeeld. Er ontstonden over de hele breedte afzonderlijke verticale percelen. In de 17e eeuw kregen deze ruimtes haar huidige vorm. De hogere verdiepingen zijn er toen opgebouwd. Tijdens de Franse bezetting in 1797 zat op de bovenverdieping een herberg. Tussen 1850 en 1875 kreeg In den Blauwe Hand zijn huidige aanzicht. De authentieke natuurstenen pilaren komen nog van de oude lakenfabriek en vind je in het rijtje op de Grote Markt. In de Tweede Wereldoorlog bleef het pand overeind. Alleen het dak werd getroffen door een granaat. Tot de jaren 50 was er geen toilet en de bezoekers gingen hiervoor naar het openbaar toilet bij de Waag. In de jaren 60 tot eind jaren 80 werd het een kelderbar. Dat was toen hip. Ook wordt er gefluisterd dat de gebruikte kleurstof in het DNA gaat zitten. Maar dat is nog niet officieel onderzocht. Dus we weten niet of dat...